vanmiddag is er een ledenmiddag van de KBO. Ik praat hierover met Jan Woertman, voorzitter KBO. Hoe groot is KBO Hellendoorn-Nijverdal? De KBO Hellendoorn-Nijverdal heeft 300 leden. Landelijk hebben we 200.000 leden. We zijn de grootste seniorenbond in Nederland. Wat doet KBO voor de leden? Welke diensten worden aangeboden? Nou, we hebben eigenlijk drie soorten activiteiten. De eerste activiteit is ontmoeting. En daar zijn jullie vandaag ook zeg maar, bij aanwezig. We hebben naast die zaken hebben we ook nog viermaal in de maand, of tweemaal in de maand, hebben wij een wandeling. Waar we onder leiding van Joke Evers een wandeling gaan maken hier in de omgeving van 4 tot 6 kilometer lang. Dat is ook altijd heel gezellig. Dan hebben we naast die ontmoeting hebben we nog zingeving. We hebben in juni een hele mooie middag over wat zijn je laatste wensen. Dus kregen we ons een mooi boekje die ze helemaal in kunnen vullen. Waardoor zeg maar, alle wensen die ze hebben op, zeg maar, als ze zijn gaan hemelen, dat het erin staat. Kinderen kunnen het pakken en kunnen alle wensen waar de ouders kunnen dan invullen. Dat is heel mooi. Dus we begeleiden ze ook een klein beetje. Dus het programma is heel divers eigenlijk? Ja, is heel divers. En eigenlijk hebben wij naast die zingeving hebben we nog belangenbehartigingen. Dat is eigenlijk de laatste stukje wat wij bij de KBO de laatste jaren hebben aangeplakt. En belangenbehartiging is bijzonder belangrijk. We doen dat landelijk. We hebben 200.000 leden in Den Haag. We doen dit bij de provincie. Maar steeds meer ook in de gemeente. Heel veel zaken van het sociale domein is overgeheveld van Den Haag naar de gemeentes. En daar worden beslissingen gemaakt. Dus we moeten daar met ambtenaren en met de wethouder aan tafel. En dat doen we ook regelmatig. En daar zijn we heel erg blij mee. Vroeger werd er over de senioren gepraat, nu wordt er met de senioren gepraat. En mocht zijn dat ze ons vergeten hebben, dan trekken wij aan de bel dat we er wel bij zitten. Maar we willen voor de mensen het goede regelen, want er komt ontzettend veel op ons af. Ja, want ik las ook iets van, jullie zijn ook behulpzaam bij het invullen van belastingbiljetten. Oh ja, ik bedoel de OV, zeg maar spreekuur hebben we georganiseerd hier in Nijverdal. Door de Wellen worden de belastingen worden ingevuld en er zijn ook vaak zeg maar, leden van de oudere bonden. Dus wat dat betreft zijn we heel divers zijn we aanwezig in deze gemeente. En KBO werkt samen met PCOB. Ja, wil je daar iets over vertellen? Ja, wil ik al over vertellen. We hebben gelukkig dat we elkaars middagen kunnen bezoeken sinds kort. En daar zijn we heel erg blij mee. Dan hebben we tweemaal in de maand hebben we een activiteit. Eentje maanden bij de PCOB, eentje bij de KBO. En we gaan wisselen met de leden. Gaan wij in principe elkaars activiteiten bezoeken. Alleen als wij naar buiten gaan, zeg maar naar de politiek of naar andere maatschappelijke activiteiten, dan zijn we één. En voor de rest zijn er twee aparte verenigingen. Hoe ziet het programma van de KBO vanmiddag eruit? Nou, we hebben vanmiddag een leermomentje. En daar hebben we er ook tussen zitten. Een leermomentje is dat bedoeld dat we hebben nu vrijdag ouderen in het verkeer. Nou, als je ziet hoeveel ouderen zeg maar, omkomen door verkeerd gebruik van vervoersmiddelen, dan is het ernstig. En het is goed daar met elkaar een keer met een deskundige over te praten. Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. Ja, zeker weten. We hebben ook de volgende maand hebben we de politie hier. Niet om mensen in te arresteren, maar gewoon te assisteren. Dus dat betekent dat het even over een stukje veiligheid binnen een woning, maar ook ten opzichte van babbeltrucs en dergelijke dingen wil je ons wat waarschuwen en hoe we dat moeten onderscheiden. En hoeveel bedraagt de contributie? Contributie 20 euro. Zeg niks, durf het haast niet te zeggen. Dan kun je geen buil aanvallen. Dan kun je geen buil aanvallen. En als je kijkt wat je daarvoor terugkrijgt, dan is dat dubbele dwars weer terugverdiend als je hier een paar maal komt bij de zweef. En we mogen hier gratis, mogen we altijd hier bivakkeren. En daar zijn we ontzettend blij mee van dat drukt weer de kosten. En dat geld kunnen we uitgeven weer aan de leden. Als mensen lid willen worden, waar kunnen ze zich dan opgeven? Nou, we hebben een secretariaat. Hè? Zoek maar op de KBO, ga maar googlen, dan kom je er vanzelf. En anders kunnen ze mij altijd bellen, Jan Woertman, Samuelstraat 14. En kijk maar, dat is 0548-61-5361. En bel maar. En je bent welkom. Oké, Jan, bedankt voor de informatie. Graag gedaan.